met daarop de drie meisjes. En we zien daar een heel goede start van Eline Winter. De vierde, vijfde positie. We hebben een zonde voor de vijfde. De drie meisjes aan de start. Eline de Winter in de Franse kampioenenkruid. Elise Herland en Lien Wilkes. Wat zijn?
Thank you.
Thank you.
in de laatste ronde. En Stan Duijden, die komt op hele korte afstand. Hele mooie inhoudbeweging van de mannen de nummer 11 op terug. Voilà, daar is hij. Hij heeft daar inderdaad de maat genomen. Giel de Zuijden wordt die fantastische overwinnaar. Dit kanaal helemaal van de Nederlander van Noël Goyert. En hier komt dan de nummer 3. Die lang meegestreden heeft, toch zo meteen dus aan het podium. Hier komt de vierde, Stan Kuipers, die de aansluiting leek te maken bij het ingang van die laatste ronde. Maar dan toch definitief moest loslaten. Maar heel mooi gereden, knap gestreden van Stan Kuipers. En ook de andere team die overgestreden. Gereden op het loodzwaar parcours hier in Westerlo. Lien de Winter en Lien Wilkens. Aantal redders. Dat iedereen zal een vrije doorgang heeft. We mogen vragen op om straks voor het binnen. We zijn naar het knapje opgelet achter de streep, jongens. Dan komt zo'n Kolben van Hout hier. Dan moeten we zo dadelijk denk ik ook het eerste meisje, Elise de Winter hier. Daar is Elise de Winter, Elise de Winter trouwens al de winnares bij de meisjes. Ook haar mag je onthouden van applaus. De dame uit Huismezel van het wachtteam. Elise Willekes die nog onderweg is in haar laatste ronde. Als we nu zodat zou ook Lien Willekes haar aankomst maken. De renster winnen is hier de tweede van de meisjes, Lien Willekes. Fantastisch gedaan, Lien. Ook aan langs links op het podium, dat is de handigste, daar zitten we geen draden onder de hoed. Daar langs links op het podium. Dames en heren, voor Ton de Peuter, Noël Goyert en... Maar de sportiviteit van Eline en Lien zorgde ervoor dat ze wel mee op het podium mocht. Dames en heren, een applausje voor de meisjes, jawel. Zeker en vast, Elise.